Helemaal, vandaag is het 7 november en ik ben op weg naar de open dag van de Rooipannen. Gelukkig mogen we iedereen weer in het gebouw ontvangen, ook al is het met een mondkapje op. We zijn nu dus aangekomen bij onze mooie campus, waar het heel rustig is, maar we hebben honderden aanmeldingen gekregen. Dus ik ben benieuwd wat voor een leuke dag het gaat worden. Het is 10:30, we zijn al een half uur van start. Dus zoals je ziet is het heel erg druk. En twee mensen van toerisme. En mag ik vragen? Ja, natuurlijk. Nou, wij delen eigenlijk vooral de bandjes uit aan de studenten, zodat ze een kleur zelfs weten welke opleiding ze gaan doen. En zo gaan we het eerste jaar ze allemaal naar de voorlichting brengen, dus dan gaan ze bij de workshop komen. Okay. Ja, is het goed? Ja. Ja? Alsjeblieft. We staan nu dus bij de brasserie en ik heb een vraag. Wat is uw taak precies vandaag bij de open dag? Nou, goedemorgen, mijn naam is meneer Koller en ik ben uiteindelijk de verantwoordelijke voor de brasserie, Brasserie Redouis. En wat we doen op de open dag is eigenlijk dat we de gasten een beetje laten zien van wat er eigenlijk in de brasserie gebeurt. En dat de nieuwe en de aankomende studenten eigenlijk alles een beetje laten zien wat er daadwerkelijk ook in de praktijk gebeurt. Dus we maken hier een kopje koffie of een cappuccino. We leren met een dienblad lopen. We gaan lekkere salades maken of een lekker kopje soep of een broodje. En dat is eigenlijk de invulling die ik de hele dag een beetje begeleid. Dank u wel. Alsjeblieft. We staan er dus een klein arsenaal en we hebben een vraag voor de geïnteresseerden. Wat vind jij nou precies van de campus? Wat is jouw eerste indruk? Nou, mijn eerste indruk is dat het er heel gezellig en mooi uitziet. Heel omgeving, leuke mensen. Heb je al een opleiding? Ja, mijn lesje lijkt me leuk. Lesje is hospitality. Ja, zeker een leuke opleiding. Dat is wel mooi. Ja. Dat alles heel professioneel ingericht is. Het lijkt me hier ook gewoon heel gezellig als ik zie van hoe het hier allemaal aan toe gaat. Dus ik denk wel dat het hier gewoon heel leuk om op de grond te zitten. Heel erg bedankt. En zit je misschien een beetje? Ja, komt goed. Oké, dankjewel. Ik ben dus al een tijdje thuis. Hopelijk vond je de impressies van deze open dag leuk. Mocht je de open dag nou gemist hebben, ga dan even zeker naar onze website www.derooipannen.nl, waar je dus kan inschrijven voor een individuele rondleiding. Of zet meteen in je agenda om naar de open dag van 16 januari te komen. Doei!